welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie iets leuks vertellen, laten horen over Lego. Het duurt wel 2 minuten te veel. Maar die 2 minuten, daar maak ik wel een deel 2 van. Met nog een andere video erin. Oké. De Lego Store. Deze ken je waarschijnlijk wel. Een Lego steentje. Maar weet je ook hoe het allemaal begon? En waarom die blokjes Lego heten? Die naam bestaat al veel langer dan dit plastic steentje. Nieuwsgierig geworden? Ik zal je de hele geschiedenis vertellen. Lang geleden was er een uitstekende en hardwerkende timmerman met de naam Ole Kirk Christiansen. Ole was een gerespecteerd timmerman met een eigen bedrijf. Maar het waren moeilijke tijden. Hij had niet veel geld en hij moest zijn laatste werknemer ontslaan. Kom binnen. Ik heb de werkplaats afgesloten en mijn spullen gepakt. Dank je. Ik zal je laatste loon uitschrijven. Het beste. Nou, dat was de laatste. Gedacht dat het zover zou komen. Snap ik. Het is moeilijk te accepteren. Maar slechter kan het nu niet meer worden. Maar dat werd het helaas wel. Kort daarna verloor Ole zijn vrouw. Maar Ole was een speciale man. Hij was niet het type om op te geven. En omdat hij verantwoordelijk was voor 4 zonen, moest hij iets bedenken. Ole had een idee en bij hem duurde het nooit lang om woorden in daden om te zetten. Oles kleine uitvinding maakte zijn jongens zo blij dat hij overwoog om speelgoedmaker te worden. Ole besloot het een kans te geven. Hij had gelukkig nog genoeg hout over van zijn timmermanswerk. Dat kon hij gebruiken om speelgoed van te maken. Dat is goed gelukt. De tijd verstreek. En ondanks dat Ole een uitstekend timmerman was en een goed oog had voor kwaliteit en detail, liep de verkoop slecht. Gelukkig kwam een van zijn zoons, Godfred, hem een handje helpen naar school. Samen konden ze de productie net op gang houden. Op den duur ging het van mond tot mond dat in de kleine werkplaats in Bielmoed houten speelgoed van de beste kwaliteit werd gemaakt. Op een dag kwam er een man naar het dorp die Ole's toekomst compleet zou veranderen. Het was een groothandelaar uit Fredericia. Ik heb gehoord dat u heel leuk houten speelgoed maakt. Nou, ik doe mijn best. De winkelier was erg onder de indruk van de speeltjes en plaatste een grote orde toen hij wegging. Nu is er eindelijk iemand die de mogelijkheden ziet van wat wij doen. Moet je zien, hij wil een boel van ons speelgoed in zijn winkel zetten voor de kerstvakantie. Dat wordt een goede kerst voor ons dit jaar, maar wel druk. Er was veel te doen in de kleine werkplaats en Ole kon zijn oude werknemers weer aannemen. Ole gebruikte alleen het allerbeste hout dat met de hand werd uitgezocht en uiterst voorzichtig bewerkt. Ze werkte dag en nacht om de opdracht af te krijgen, zodat de winkelier het speelgoed voor de kerst in de winkel kon hebben. Is er soms iets, pap? We zitten goed in de problemen, jongen. Halverwege het werk kreeg Ole een brief dat de winkelier zijn faillissement had aangevraagd en het bestelde speelgoed niet kon betalen. Wat moeten we nu? En de kerst dan? We kunnen niet eens eten kopen. Ik doe het zelf wel. Wat ga je doen, pap? Ik ga het zelf doen. Ik ga mijn speelgoed zelf verkopen. Er was geen tijd te verliezen. Ole laadde al het speelgoed in en ging op pad. Ole was een hele goede timmerman, maar niet zo'n goede verkoper. Hij hield er niet van om op te scheppen of te zeggen hoe kunstig zijn speelgoed gemaakt was. Maar hij moest het blijven proberen om toch iets te verkopen. Dit wordt een echte rage. Zit er iets bij wat hij leuk vindt? Het ziet er wel spannend uit, maar ik heb niet veel geld momenteel. Kunnen we ruilen? Dan zijn we elkaar niks schuldig. Tja, ik heb liever geld, maar... Uiteindelijk lukte het Ole om al zijn speelgoed te verkopen.
Hij had er niet zoveel voor gekregen als hij gehoopt had, maar het gezin had gelukkig genoeg te eten met kerst. De tijd vloog voorbij, maar het speelgoed verkocht niet zo goed als ze hadden gehoopt. Misschien had het bedrijf een pakkende naam nodig. Maar wat voor naam? Het moet wel kort zijn en het moet leuk spelen uitdrukken. In het Deens heet leuk spelen Leij God. Wat moet het zijn? Wat moet het worden? Ik wou dat ik een of ander teken kreeg. Lego. Zoals je ziet slaagde Ole erin een zeer geschikte naam te vinden. Maar wat hij niet wist, is dat in het Latijn Lego ik bouw betekent. De naam Lego werd goed ontvangen en het bedrijf begon langzaam aan te groeien. We hebben dit jaar 3000 kronen verdiend en onze orders zijn flink gestegen. Zeg je nou 3000 kronen? Dan moet je zien waar ik naar zit te kijken. Hoewel Godfred niet blij was zoveel geld aan een freesmachine uit te geven, zag hij wel hoe handig het was en hoe de kwaliteit van het speelgoed verbeterde. Wil jij de laatste partij afmaken en klaarzetten voor verzending? Serieus reclame, ik knip het wel. Doe ik. Oké. We zijn terug. Pap, ik heb het bedrijf een boel geld bespaard vandaag. Oh ja? Hoe? We kunnen geld besparen op het lakken. Ik heb de eendjes 2 keer afgelakt in plaats van 3 keer. Wat zeg je? Helaas viel Godfreds plannetje niet zo goed bij zijn vader in de smaak. Ole liet Godfred alle eendjes weer uitpakken, nog een laklaag aanbrengen en alles terug naar het treinstation brengen. Ole geloofde in kwaliteit en wilde zijn klanten niet bedriegen. Toen Godfred terugkwam, legde Ole hem uit dat dit niet de goede manier was om je naam op te bouwen. Die kleine les deed Godfred beseffen dat elk detail belangrijk is. En alleen het beste goed genoeg. Eind jaren 30 begon Lego winst te maken. Zelfs toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, probeerden ze het beste ervan te maken. Ook al was het zwaar. Alles leek goed te gaan. Maar een stormachtige nacht in 1942 veranderde alles. Is brand. De werkplaats staat in brand. Maar toen de brandweer arriveerde, konden ze de werkplaats niet meer redden. Die brandde tot de grond toe af en alle schetsen en bouwmodellen waren verloren. Ole begon de hoop te verliezen. Alles waar hij zo hard voor gewerkt had, was weg en zijn bedrijf was bijna te gronden. Maar hij was verantwoordelijk voor zijn kinderen en zijn werknemers. Dus bouwde hij Lego opnieuw op. Hij liet een nieuwe fabriek bouwen en startte de productie van houten speelgoed weer op. Het kleine bedrijfje vocht zich terug op de markt. De Lego-fabriek draaide ondertussen soepeltjes en Ole was op zoek naar nieuwe uitdagingen. Op een dag was hij in Kopenhagen om een nieuwe machine te bekijken die net in Denemarken was aangekomen. Het was een machine voor plastic mallen en Ole was er erg enthousiast over. Zullen we het doen? Het is echt een koopje. We kunnen er veel dingen mee doen. Tja, het klinkt wel interessant, maar het is een hoop geld. Je vindt het dus goed. Toen de vormgietmachine er eindelijk was, begon Ole rammelaars en kleine plastic beertjes te maken. Maar hij had de kleine plastic steentjes van de beurs ook nog op zak. Er was iets magisch mee. Hij moest er iedere keer opnieuw aan denken. En hoewel niemand anders de mogelijkheden ervan inzag, besloot Ole er een nieuw ontwerp van te maken en ze in productie te nemen. Pas toen Lego de eerste grijze Ferguson-trekker op de markt bracht, werd het plastic speelgoed een succes. Helaas viel de verkoop in de zomer weer terug en het bedrijf hield te veel voorraad over. Dat klopt toch niet? Onze producten moeten het hele jaar verkocht kunnen worden, niet alleen met kerst. Godfred besloot dat hij zelf het speelgoed zou gaan verkopen. Hij nam zijn vrouw Edith mee voor gezelschap en morele steun. Als je geen geld kan krijgen, probeer dan boter en eieren te regelen. Maar zo slecht ging het niet. Godfred had veel succes met zijn rondreis door het land. En zo kroop Lego uit het financiële dal.
Ze waren net op tijd terug voor Ole's verjaardag. Ole was 60 geworden en de hele familie kwam bijeen om het te vieren. Zo te zien was het echt een lange reis. Hé, ik heb een idee. Luister even. Zal ik een foto maken van de 3 generaties? Dat vond iedereen een leuk idee. En we werden op de bank neergezet met alle cadeautjes en bloemen om ons heen. Op weg naar huis van een zakenreis naar Engeland ontmoette Godfred de directeur van een groot winkelcentrum. Ze spraken over de speelgoedindustrie en dat gesprek zou van grote invloed blijken te zijn op de toekomst van Lego. Ja, het gaat niet goed in die branche. Dat speelgoed van tegenwoordig stelt niks meer voor. Hoe bedoelt u? Het werkt uitstekend, vind ik. Ja, het werkt wel, dat klopt. Maar er zit helemaal nergens een systeem in. Systeem? Systeem? Er zit geen systeem in. Wat ben je in hemelsnaam aan het doen, Godfred? Er zit geen systeem in. Het speelgoed heeft een idee nodig met een heel systeem eromheen. Ik wil systeem in het spel aanbrengen. Kinderen krijgen alleen kant-en-klare oplossingen aangereikt. Ze hebben iets anders nodig dat hun eigen fantasie en creativiteit stimuleert. Dus je wilt Lego in een systeem inpakken? Interessant. Dat jaar introduceerde Lego haar eerste Lego speelsysteem. Kinderen konden met de Lego steentjes zelf huizen bouwen. De vloermatten gaven een realistisch beeld van een dorp, zodat de kinderen tegelijkertijd verkeersveiligheid leerden. Mijn zussen en ik konden uren met het nieuwe Lego systeem spelen. Sommige mensen vonden ons maar pofkonten, omdat we in een speelgoedfabriek opgroeiden. Het werd een gigantisch succes en Godfred besloot om het ook buiten Denemarken te gaan verkopen. Het nieuwe speelsysteem was zo populair dat hij het in meerdere landen kon afzetten. Dat zou ik wel eens willen bouwen. Dat is erg mooi, Kjeld. Hoewel Lego alleen bedoeld was om huizen mee te bouwen, had het meerdere mogelijkheden in zich. Maar er was één probleem. Ik kan het alleen niet optillen. Het valt steeds uit elkaar. Dat zette Godfred aan het denken. Hij wilde iets bedenken zodat de blokjes aan elkaar bleven zitten. Maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Godfred ontdekte dat de steentjes een betere grip kregen met een tussenschotje. Nu waren het niet langer losse blokjes, maar ontstond er een compleet bouwsysteem met oneindige mogelijkheden. Dit was een baanbrekend idee voor de Lego-producten. Dat is ook een mooie beeld. Met de fantasie beeld. Van een kind kon met Lego van alles gebouwd worden. En de steentjes waren steeds opnieuw bruikbaar. Met wat fantasie was alles mogelijk. Kijk, pap, nu kan ik echt alles bouwen. Helaas heeft Ole niet mee kunnen maken hoe succesvol het kleine steentje uiteindelijk werd. Godfred. Serieus niet weer, hè? Laten we het nog maar eens fixen. Ik ben er weer. Hopelijk werkt die. Fred moest het alleen zien te redden en maakte nog een brand mee die bijna de hele houten speelgoedlijn in de as legde. Net als zijn vader wist Godfred dat hij er het beste van moest zien te maken en dat hij niet mocht opgeven. Godfred incasseerde de moeilijke periode met opgeheven hoofd. Met de toename van de verkoop werd het bedrijf ook groter. Hij moest vooruitdenken en besloot met de productie van houten speelgoed te stoppen en zich alleen te richten op het Lego-systeem. Dat bleek een belangrijke beslissing te zijn. Er werden nieuwe modellen gebouwd en Lego werd steeds sterker in de speelgoedindustrie. Dat zijn echt goede bouwers. Welke van deze twee vindt u de beste? Die daar. Hoewel het steeds drukker werd bij Lego, had Godfred nog grotere plannen. Hij wilde een vliegveld bouwen, zodat het makkelijker werd zijn speelgoed aan de hele wereld te verkopen. Zo vader, zo zoon. Het duurde niet lang of zijn plannen werden gerealiseerd. Al na 3 jaar werd Vliegveld Billund geopend. De vele gasten en zakenrelaties die het bedrijf bezochten, wilden altijd graag de modelbouwafdeling zien. Het werd daar op den duur zo druk dat de werknemers amper hun werk konden doen. Ik denk dat we even moeten wachten. Hier moest iets aan gedaan worden. Hij had een grotere ruimte nodig om de Lego-modellen uit te stallen. Ik wil u niet storen,
Dus ik leg dit doosje met de nieuwste Lego-trein hier op tafel. Leg daar maar neer. Trein? Het idee groeide al snel uit van tentoonstellingsruimte naar attractiepark. Dan komt hier een toren, zodat je het hele park van boven kunt zien. De hele stad. Het wordt een land gebouwd van Lego.